Hoi hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en vandaag ga ik jullie laten zien wat ik in mijn kerstswap op Low Budget Creabeas heb gemaakt. We hebben een evenement aangemaakt eigenlijk al in eind september, zodat we lekker de tijd hadden. En daarin gingen we 7 pakjes maken voor de 7 dagen voor kerst. Dus vanaf 18 december tot en met vandaag mocht er dan een pakje opengemaakt worden. En ik had een maatje die hield van roze en rood. En ik werd er zelf helemaal vrolijk van om daar lekker mee aan de slag te gaan. Heb dan ook onwijs veel plezier gehad aan het maken van deze swap. We hadden afgesproken 5 zelfgemaakte creaties en 2 gekochte pakjes. We mochten 10 euro uitgeven aan die gekochte pakjes en je mocht zelf weten hoe je dat ging verdelen. Ik ga eerst beginnen om je te laten zien wat ik aan creaties heb gemaakt. Allereerst heb ik deze brievenbus gemaakt. Ik ga heel even een beetje plek maken, anders krijg ik het niet goed aan jullie getoond. Onder de camera. Ik had dus deze brievenbusbox gemaakt. Ik heb deze gemaakt in een tutorial. De komende dagen komen er 3 tutorials voorbij met de creaties die ik heb gemaakt, waaronder dus deze. Je kunt hem echt vullen hier aan de bovenkant en dat heb ik natuurlijk ook gedaan, want ik heb er goodies in gemaakt. Ik heb namelijk kerstbacktoppers in roze en rode tinten. Dat zijn deze stansen die ik heb. Ik heb hem op deze ook gemaakt. En er zitten er dus een paar in die ik helemaal in elkaar heb geplakt. Ze liggen te mooi op elkaar om te laten zien. Maar het zijn een paar verschillende. En die heb ik met verschillende designpapier, glanspapier en zo gemaakt. Dan zit er een zakje in met envelopjes in. Allemaal leuk kerstpapier. Die moet je nog wel in elkaar vouwen. Maar dat zijn kleine mini envelopjes. Denk altijd leuk om op creaties te gebruiken. En dan met het designpapier wat ik over het algemeen ook heb gebruikt voor al mijn projectjes. En er zit een zakje in met kleine brievenbusjes, shaker brievenbusjes. Die heb ik ergens langer geleden ook gefilmd dat ik ze maakte. Er zaten kleine briefjes bij om te versieren. En hier zitten er ook een paar van in. Alle zakjes heb ik natuurlijk ook leuk versierd met leuke kerstzandjes in het papier wat ik al in alle swaps heb gebruikt of in alle creaties heb gebruikt. En de voorkant van de doos heb ik ook leuk versierd. Dit is een leuke sticker die ik nog had, die er leuk bij kleurde. Ik heb een beetje goud gebruikt, zoals hier dit stansje van het ornament. Een van de brievenbusjes heb ik gebruikt. Dit is een kerstroos uit de Vintage Christmas JMA serie. Of kerstster, ik zeg steeds verkeerd. Maar dit is een kerstster. En hierboven heb ik ook rolbloemetjes. Dit komt ook uit de Vintage Christmas van JMA, die takjes. En de briefjes voor Santa staat erop. Dit is de eerste creatie. Dan heb ik hier een leuke mini craft caddy gemaakt. Deze heb ik al eerder eens gemaakt in het groot. En die kun je dan met me meemaken. In de komende dagen komt ook deze mini voorbij op mijn YouTube kanaal. Dus ben je geïnteresseerd in hoe je dit kunt maken, dan zou ik binnenkort even terugkomen hier op mijn kanaal. Er zitten kleine vakjes op. Die heb ik niet allemaal kunnen vullen. Maar deze voorkant heb ik versierd met een leuke foam sticker. En hier heb ik hoe noemen we dat? Rosetten ingemaakt van leuk roze en rode designpapier. Die mijn maatje weer kan versieren en gebruiken op haar creaties. Bovenop zit een toffe strik aan het handvat. En aan de andere kant had ik bij Action van die leuke stokjes met chocolade eraan. Waar je warme chocomel mee kan maken. Ook daar heb ik weer een leuke backtopper op gemaakt. Met een kopje chocolademelk. Zo'n peppermint snoepje. En ook weer wat stansjes. En die koffiekopjes of chocomelkopjes. Die heb ik nog meerdere keren uitgestanst. En als goodie in het voorste vakje gedaan. Die ik ook weer had versierd met een kerstsoksticker, zo'n foamsticker, een rolbloemetje en een gouden takje. Dus af en toe een klein goud detail heb ik naast het rode en roze veel gebruikt. Dus die heb ik gemaakt. Dan heb ik in een Facebook Live deze gemaakt met de Vintage Christmas. En dit was uit het proefmodel. En die lukte zo goed dat ik dacht, daar kan ik mooi ook een creatie mee maken. Die heb ik versierd met rosetten. De voorste 2 bakjes
cadeaudoosjes heb ik met rozetten versierd. Niet helemaal vastgeplakt, zodat die hier mooi over de krat heen valt. Hierboven die toffe strikken, die vind ik echt super leuk zelf, versierd. En aan de andere kant ook weer leuk, zo'n rozet. En op de rozet heb ik dan een leuke shaker sticker geplakt. En rolbloemetje en gouden takjes. En in ieder doosje heb ik een goodie gestoken. De ene is deze lieve Patuti, daar heb ik een rendiertje of hertje van gemaakt. Heb ik een paar keer gestanst en die kan ze dan zelf ook gaan gebruiken op kaarten of creaties. Alles heb ik met een, kleine pasknijper gesloten, alle doosjes. Hierin heb ik strassteentjes gestoken. Ook altijd leuk om te gebruiken. Deze zitten in een rijtje aan elkaar. Maar je kan ze natuurlijk ook los knippen om ze los te gebruiken. Aan de andere kant heb ik volgens mij ook. Maar dan pareltjes en strassteentjes in een zakje om te gebruiken. En als laatste moet ik even nadenken wat ik er ook weer in gedaan had. Ik ben er zo mee bezig geweest dat ik het dan niet meer weet. Oh ja, sluitstickers. Dit is niet per se kerst, maar ik zocht nog iets leuks. En sluitstickers kan je natuurlijk altijd gebruiken. Ook om je sneeuwmeel te versieren, de envelop zeg maar, om net even wat leuker te maken. Dus daar een heel setje van in dit laatste doosje. Onder in de beschrijving zal ik linken de Facebook live, waarin ik deze dus maak met het andere papier. Dan kan je, als je hem ook zou willen maken, zien hoe dat ik dat gedaan heb. Oh, ik zie hier dat het lipje nog naar binnen moet. Dan heb ik nog gemaakt een mini clipboard. Deze heb ik eerder ook een keer gemaakt in gefilmd gemaakt. Het is een mini clipboard, een klein cadeautje waar je dan achter het clipje leuke goodiezakjes kan doen. Het clipboard kun je super leuk versieren, waardoor dat het er leuk uitziet als er niks op zit. Zoals je maatje de goodies heeft gebruikt. Ik heb er een stans opgezet van een kerstman die ondersteboven in de schoorsteen hangt. Die heb ik ooit van Melanie gekregen, een aantal. Dus vond ik wel heel leuk om hierop te verwerken. Weer zo'n kerstster, de peppermint snoepjes. Een leuk plaatje uit zo'n knip die-cut blok van de Action. Hier weer zo'n mooie achtergrond doily. En hier kleine bloemetjes en weer peppermint. En wat ik erin gedaan heb, ik weet niet of je het hier goed kunt zien. Maar het zijn hele leuke zakjes die ik een tijd geleden gekocht had. Daar zitten standjes in van de kerstsok. Het zijn alle grote en kleinere kerstsokken. Leek me wel grappig voor mijn maatje. Die kan je ook leuk ter decoratie zo overal tussen plakken. En een setje roze rolbloemetjes. Dus ook de video waarin ik laat zien hoe je zo'n mini clipboard kan maken, zal ik linken hieronder in de beschrijving. En als laatste creatie, want we maakten er 5, is dit theedoosje. Dit doosje heb ik ook filmend gemaakt. Het is nagemaakt van een Pickwick doosje, dus de afmetingen zijn een Pickwick doosje. Die ik lekker gevuld heb met lekkere winterthee. En mooi versierd met deze leuke kerstman. Achter een of voor een grote kerstboom. En die heb ik ook weer lekker volgestopt met leuke standjes en glitters en bloemen. En ook hiervoor op weer een roset die je zeg maar meegaat in de deksel, met de deksel. Nou, dan heb ik natuurlijk aan ieder cadeautje een label. Want mijn maatje moet natuurlijk weten op welke dag moet ik mijn welk cadeautje openmaken. Dus ik heb van 1 tot en met 7 leuke kleine labeltjes gemaakt. Dit zijn hele leuke standjes van Art by Marleen. Eigenlijk hebben ze gewoon hele grappige vormen. En je ziet dat bijvoorbeeld deze heeft ook gaatjes in de matlaag. Waardoor dat rode er weer doorheen komt. En daardoor heeft het met een leuk designpapiertje en een enkele sticker eigenlijk al niks meer nodig. Dus die ga ik met leuk lint strakjes aan mijn cadeautjes binden. En dan heb ik mijn gekochte cadeautjes hier liggen. Ik heb wel meer cadeautjes gekocht.
Maar ik ga ze per twee verpakken. Dus ik wilde graag, ik had dit glitter, folie, roze en rood. Omdat dat haar favoriete kleuren waren. Glitter en spiegelkarton zit erin. Heb ik zelf ook een blokje van gebruikt in mijn creaties. En deze mooie rhinestones. Die heb ik ook gebruikt. Had ik zelf ook een setje. Maar die ga ik cadeau geven. En ik heb heel leuk van Dutch Doobadoo. Deze build-up heet dat volgens mij. Het rendier en de kerstman kun je ook heel leuk samen combineren. Dus die kan je dan overtrekken en van papier zelf snijden, knippen. En de kerstman ook, alle onderdeeltjes. En nog deze leuke, zijn eigenlijk standjes. Die moet je even losknippen en dan kan je die leuke gebruiken in kraftkleur. Vond dat ook wel schattig. Dus dit wordt samen één cadeautje en dit wordt dan een cadeautje. Verder had ik nog van langer geleden deze leuke kersthangertjes liggen. Daar zit ook roze en rood in. Dus ik denk dat ik die op mijn pakjes ga verwerken ter decoratie. Vind ik wel grappig. En ik heb nog voor boven op de swap, als de doos open gaat, deze leuke kaart gemaakt. Christmas. Een van de rendiertjes die ik had gemaakt en versierd hierboven. Dus hier ga ik nog een leuke boodschap voor haar schrijven. En ik had nog deze leuke gevonden. Een face mask, gewoon ter versiering. Vond ik dat wel grappig om versiering gewoon als extraatje in de doos te leggen. Verder heb ik heel leuk kerstpapier. Er was geen roze kerstpapier. Dus ik ga combineren het rode kraftpapier met Merry Christmas en hertjes erop. Komt van de Action af. Afwisselen met dit papier, waardoor als je de doos openmaakt meteen al het roze en rode effect ziet. En verder heb ik nog wat roze lint. En glittergaren, wat ik dan ook met mijn pakjes wil gaan gebruiken om te versieren. En waar ik natuurlijk ook mijn labeltjes aan kan gaan hangen. Wilde ik verder nog iets vertellen? Volgens mij niet. Nee. Nee, dus ik ga. Ik heb alles laten zien. Zoals ik al zei, van de creaties. Of er zijn al video's, die ga ik linken hieronder in de beschrijving. Of er komen aankomende week leuke video's van. Zodat je ze ook zou kunnen maken voor de lol. Of misschien voor een volgende keer als je mee gaat doen met zo'n swap. Want het is onwijs leuk om dingetjes te krijgen, maar ook om te maken. En ik wil jullie voor vanavond alvast een hele fijne kerstavond wensen. Wij gaan lekker genieten met z'n viertjes van lekker eten en een klein pakje voor elkaar. Ik hoop dat jullie ook fijne plannen hebben. En ik hoop je de volgende keer weer terug te zien in een van mijn video's. Dankjewel voor het kijken. Een hele fijne tijd en tot snel. Doei doei!